zijn schoenen DNA aangetroffen. Wat hebben jullie precies gevonden daar? DNA aan de zijbovenkant van zijn schoenen. Dus niet aan de onderkant, maar aan de bovenkant? Juist, van het slachtoffer. Huid van het slachtoffer. Dus, van Carlo. Dus er is met die schoen, zou ik, geschopt. Kijk, DNA vraagt altijd een uitleg. Hoe komt het er? Ja. De advocaat heeft gezegd, was maar heel weinig DNA. Nou, dat zullen we te zijn de tijd op zitting zien. Hoe belangrijk is dit? DNA is vrij belangrijk bewijs. En zoals ik al zei, DNA vraagt uitleg. En die uitleg die willen we graag horen, hoe het daar komt.